Ik ben natuurlijk de queen of DIY, dus vandaag ga ik jullie mijn beste tips geven hoe je zelf nou een leuk cadeautje kan maken. Nou is het natuurlijk ook bijna Valentijnsdag, dus als je nog niks hebt voor je geliefde of je Valentine, dan zou ik zeker goed opletten. Maar eigenlijk zijn deze cadeautips wel geschikt voor het hele jaar door. Nou is dat natuurlijk ook wel het allerleukste om het hele jaar door cadeautjes te krijgen. Helaas doet niemand dat bij mij, dus zal ik het zelf maar moeten doen. Mijn eerste cadeautip is er eigenlijk meteen eentje die ik zelf ook altijd heel erg leuk vind om te krijgen. Dit is ook een heel lief cadeautje om aan iemand te geven die bijvoorbeeld wel wat extra kracht zou kunnen gebruiken. Dus denk aan iemand die misschien wel ziek thuis zit of als er iemand is overleden of nou ja, misschien wel voor een hele romantische gelegenheid. Oké, dit zijn hele andere situaties, maar het kan in allebei de gevallen. Want wat wij samen gaan maken is een hele mooie kaars. En dan het leukste natuurlijk is altijd om een kaars ook meteen in een kaarsenstandaard te geven. De kaarsenstandaard die ik wil maken, die ga ik maken met polymeerklei. Dit is natuurlijk hele handige klei, want dit zet je in de oven en daarna is het lekker hard en kan je het meteen gebruiken. En ik denk dat het toch wel leuk is om een beetje in een Valentijnsthema te werk te gaan. Dus ik heb even uit mijn bakkastje dit koekjesvormpje gepakt. Een hartje. Ik denk dat ik lekker romantisch te werk ga met een beetje de rood-roze tinten. Ik ga natuurlijk als eerste de klei weer even soepel rollen. En ik begin gewoon met één kleur. Eerst even lekker plat maken. En het moet natuurlijk een beetje net groot genoeg zijn dat je je hartje eruit kan steken. Oh, dit past echt precies. Nou, kijk. Dit is mijn eerste hartje. Nou, die kan ik vast even on the side leggen. Dan pak ik natuurlijk mijn volgende kleur en die ga ik ook weer lekker soepel kneden. Ja, dit past precies. Hartje weer uitdrukken. Ik moet eerlijk zeggen dat er echt een wereld voor me open gaat nu ik dit soort vormpjes gebruik. Dit is natuurlijk echt fantastisch. Dit werkt zo goed en makkelijk en snel. Dacht dat ik 4 hartjes nodig zou hebben, maar dat past niet precies. Kakkie bakkie. Ik ben bang dat ik nog een 5 moet maken. Dat is precies. Echt een heel lekker kleurtje. Laatste puzzelstukje ertussen. Nou, dit ziet er toch echt heel erg leuk uit. In het midden van ons leuke hartjesonderzettertje gaan we natuurlijk nog iets maken waar we onze kaars in kunnen zetten. Dus daarvoor pak ik weer even een kleur klei erbij. Dan rol ik van mijn roze klei even een kleine regenworm. En dan pak ik mijn kaars erbij. Wikkel gewoon mijn regenworm hieromheen. Zo, dat de kaars er lekker in kan blijven staan. Klei wat niet nodig is, kan er natuurlijk weer van af. Voordat ik mijn ring eraan vastmaak, ga ik eerst nog even de klei in het midden een beetje tegen elkaar aandrukken. Zodat ik zeker weet dat de hartjes echt goed vastzitten. En nu kan ik mijn ring eraan vastmaken. En dat doe ik eigenlijk gewoon door het lekker op te duwen. Dit zal niet super amazing vastzitten, maar als standaard werkt het. Top. Onze kaarsenstandaard mag natuurlijk nu eerst nog even in de oven. En dat doen we op 120 graden voor 10 tot 15 minuten lang. Terwijl onze kaarsenstandaard lekker wordt afgebakken in de oven, gaan wij ons druk maken om de kaars. We kunnen de kaars natuurlijk leuk rood houden, maar ik vind het eigenlijk wel extra leuk om de kaars ook leuk te versieren. Ik heb al een keer een hele video gewijd aan het versieren van kaarsen. Dus mocht je daar nou graag tips en tricks over weten, check dan vooral die video. Ik ga vandaag deze kaars versieren met leuke hartjes. En daarvoor gebruik ik even een vaccinelichtje en een oud kwastje. Het vaccinelichtje kunnen we natuurlijk nu aansteken. Gezellig, swig. En dan moeten we natuurlijk heel even wachten totdat het kaarsvet een beetje gaat smelten. Nu het kaarsvet een beetje is gesmolten, kan ik mijn kwastje daarin dopen. En kan ik dus gaan schilderen op mijn kaars. Ik ga natuurlijk voor een leuk hartjespatroontje. Gelukkig is dat niet al te moeilijk. Ja, dit is toch al meteen super cute. Kijk nou. Hartje. Mocht je nou zelf thuis ook heel graag je kaarsen willen versieren, zorg er dan wel echt voor dat je dat met kaarsvet doet. Niet met acrylstiften, niet met acrylverf, want dat is brandbaar. Dus als je daarna je hele mooie kaars gaat branden, dan fikt de hele tent af. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nu onze kaarsenstandaard weer uit de oven is en afgekoeld, kunnen we hem nog even afwerken met een klein beetje vernis. En ik heb hem natuurlijk in gloss, zodat hij nog lekker even een beetje gaat shinen. Rapapa! Dit is hem nu hoor. Kijk wat een lekker shine erin zit. Nou, is dit niet een waanzinnig cadeau? En dit was ook nog eens echt heel makkelijk om te maken. Echt een top cadeau. Als ik dit zo zou krijgen, zou ik mega blij zijn. Het volgende cadeautje dat ik ga maken, daar kan je in principe alle kanten mee op. Je hebt er best wel wat spullen voor nodig, maar het is wel super makkelijk. Hoofdingrediënt wat we nodig hebben, is een doosje. Het enige wat je hoeft te doen, is het doosje bij alle hoeken even open knippen. Dus ik zet hem even op zijn kantje. En dan knip ik er gewoon zo in één keer. Plop. Deze kant ook. Plop.
Als je je doosje hebt ingeknipt, dan kan je dus je vlakjes openvouwen. Wat dus nu het leuke is om te doen, is dat we hier op al die vlakken wat leuke dingetjes kunnen plakken. Zo heb ik bijvoorbeeld lekkere chocolaatjes meegenomen. Die kun je bijvoorbeeld aan twee zijkanten plakken. Even kijken hoor. Ik denk dat ik daar gewoon dubbelzijdig tape doe. Dus ik heb hier even een rolletje schilderstape. Daar neem ik even een stukje van. En die doe ik zo dubbel, weet je wel. Zo, die plak ik dan hierin. En dan kan ik daar natuurlijk weer de chocolaatjes op plakken. Oh, dit zit best wel goed vast al. Wat goed. Kijk, dit zit echt al super. Dit is echt top. Aan de andere kant doe ik dat ook. Kijk, aan deze kant natuurlijk de chocolaatjes. Zo. Nou, perfect. Wat natuurlijk ook altijd leuk is om erin te plakken, is bijvoorbeeld een lekker maskertje. Nou, die past natuurlijk perfect hier op dit stuk. Even kijken of die nog steeds dicht kan. Ja, dat past. En wat natuurlijk wel heel erg leuk is om aan deze kant bijvoorbeeld nog een lief berichtje te schrijven. Dus daar kunnen we even een mooi kaartje maken. Dat briefje kan je natuurlijk met van die leuke gezellige washi tapejes. Heet dat zo? Ja, washi tapejes. Leuk vastplakken in je doosje. Deze met hartjes, denk ik, hè? Dat is wel heel cute. Dan kunnen we hier natuurlijk even een brief opschrijven. Lieve Rosalie. Hier een cadeautje van mij. Omdat Ron toch niks voor je heeft met Valentijn. XOXO, je girl. Nou, dan vind ik het eigenlijk ook nog wel heel erg leuk om dit cadeautje nog leuk feestelijk af te sluiten met bijvoorbeeld een leuk kaarsje zo in het midden. Ik heb ook nog bij mijn washi tape heb ik ook nog wat leuke stickertjes. Deze love, love gaat er nog in. Nou, leuk wat stickertjes erin. Kijk nou hoe feestelijk dit eruit ziet. En dan is natuurlijk de magic trick aan dit hele cadeautje. Dat je je doosje weer invouwt. Zoals die oorspronkelijk was natuurlijk. De deksel erbij pakt. Dan doe je je doosje gewoon weer dicht. Nou, en dan geef je dit zo cadeau. Nou, en dan doe je zo. Nou, dit is toch echt super cute. Als ik dit zou krijgen voor Valentijn, zou ik echt ziek blij zijn. Nou, gelukkig krijg je het ook voor Valentijn. Wat is dit een leuk cadeautje. Kost geen ster. Het is super makkelijk om te maken, maar het is toch een waanzinnig surprise. Het volgende cadeautje wat wij samen gaan maken is echt een fantastisch cadeau om tijdens Valentijn te geven. We gaan namelijk samen een liefdesbrief maken, maar dan in de vorm van een klein schilderijtje. Ik heb even een heel schattig klein canvasje gekocht. En hier gaan we dus een geheime secret love letter van maken. Omdat ik een klein briefje ga schrijven, vind ik het wel leuk om aan de voorkant ook te laten zien dat je post hebt gekregen. Dus op de voorkant van ons schilderijtje ga ik een klein envelopje maken. Ik doe gewoon eerst een envelopje. Super simpel. Hoeft niet helemaal perfect te zijn. Dat is juist ook altijd wel leuk als het niet helemaal perfect is. Ik denk dat ik het lijstje eromheen kleur ik leuk in met roze. Het hartje moet natuurlijk rood. En dan maakt het natuurlijk wel extra af om het envelopje ook even te omlijnen met een extra zwarte stift. Nou zie ik dat ik ook nog hele schattige washi tape heb met kleine hartjes envelopjes. Dus ik denk dat dat wel heel erg leuk is om aan de zijkant van mijn lijstje te plakken. Aan de achterkant van ons schilderijtje kunnen we natuurlijk nu onze liefdesbrief gaan schrijven. Ja, en de liefdesverklaring die ik hierop ga schrijven, die is natuurlijk nog even geheim. En dan is dit dus nu onze geheime liefdesbrief. De laatste cadeautip van vandaag is misschien wel, nou, mijn persoonlijke favoriet om te geven. Dit is namelijk een top cadeau om een heel onpersoonlijk cadeau toch persoonlijk te maken. Het komt wel eens voor dat je misschien niet zo heel veel inspiratie hebt om iets leuks te geven. En dan kom je toch al snel op een fles wijn of misschien wel een fles drank. Maar ja, dat voelt zo onpersoonlijk om dat te geven. Bij deze dus de tip hoe je dat heel makkelijk toch super persoonlijk kan maken. Hetgene wat we hiervoor nodig hebben is even een lege schoenendoos en een leuk stofje. Ik heb gekozen voor een mooi donkerblauw velouren stofje. En die drapeer ik nu in mijn doos. In deze mooie doos leg ik dan mijn fles drank. En ik heb in dit geval een hele mooie Bols Jenever fles gekocht. Naast die fles kan je dan nog twee leuke glaasjes leggen. En ik heb deze twee superleuke glaasjes gewoon bij de kringloop gekocht. Kost geen drol en ziet er toch meteen superleuk uit. Gunstig is natuurlijk ook dat je een lekker stofje op de bodem hebt neergelegd. Dus die glaasjes, die liggen dan ook meteen lekker een beetje safe. Nu ligt er natuurlijk een fles drank en twee glazen in de doos. Nou, dat voelt nog niet heel erg persoonlijk. Maar wat het nou wel een persoonlijke touch geeft, is om er bijvoorbeeld een recept bij te doen van jouw favoriete cocktail. Nou weet ik bijvoorbeeld een heel lekker cocktailrecept met jenever en ginger ale. Dat recept kan ik natuurlijk opschrijven op een briefje en erbij stoppen in mijn schoenendoos. Om het dan mooi af te toppen is het natuurlijk ook nog wel heel erg leuk om wat losse ingrediënten erbij te doen die je nodig hebt om deze cocktail te maken. Zo gebruik ik voor deze cocktail nog een limoentje en nog
wat kaneelstokjes. De doos kunnen we nu natuurlijk nog leuk versieren met even een rood lintje. Dit ziet er toch heel erg leuk uit. Ook een heel leuk kerstcadeau trouwens. Als dit zo onder een boom ligt, ziet er ook heel feestelijk uit. Ja, wederom, als ik dit zou krijgen, zou ik ook weer super blij zijn. Dit is natuurlijk ook een top tip om een verjaardagscadeau een beetje op te pimpen. Leuk om te krijgen, leuk om te geven. Een kleine persoonlijke touch maakt een cadeau al veel meer van waarde. Dit waren dus mijn cadeautips. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben en dat jullie snel nog even aan de slag kunnen voor Valentijn natuurlijk. Of wellicht voor iemands verjaardag of een andere leuke gelegenheid. Als ik zo om me heen kijk, dan ben ik echt wel heel erg tevreden met wat hier eigenlijk staat. Ja, ik voel me eigenlijk een beetje jarig. Uiteraard ben ik ook heel erg benieuwd naar jullie cadeautips. Dus mocht je nog leuke tips hebben, laat het vooral hieronder even weten. Want wellicht dat ik die dan volgende keer kan uitproberen. Voor nu natuurlijk dank voor het kijken. Like natuurlijk even deze video. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. En volgende week ben ik er gewoon weer.